Ik ben Wim Balieu en ik ben echt wel al als klein manneke gebeten door de kookmicroben. En dat is een goedaardig beestje, maar je komt er nooit meer vanaf. Dus werd de slagerszoon een cateraar voor evenementen. En de lat lag hoog, alleen het beste is goed genoeg en in no time had ik een fantastisch team en veel topklanten. Tot het koningshuis toe. Na een aantal jaren in die topgastronomie had ik toch zo heimwee naar mijn roots. Zo simpel, lekker eten, maar toch met de vibe en de buzz zo van de grootstad. Balls & Glory was geboren. Ik wilde vooral een hedendaagse versie van een eetcafé. Zo gewoon een plaats waar je ieder moment van de dag kan binnenstappen voor zo een goed bord voedzame comfortfood. Ik dacht, gehaktballen. Dat is comfortfood, zo van ons. En iedereen lust ze en je kan er eindeloos creatief mee koken. Het idee sloeg aan en de Balls & Glory eetcafés zijn nu all over the place. Geef toe, iedereen vindt gehaktballen lekker. In alle geuren en kleuren, vegetarisch, vlees, vis, van groot tot klein, gevuld, niet gevuld. Dus ik wil heel graag alles wat ik erover weet met jullie delen, hier vanuit mijn keuken thuis in Brussel. Ik ben Wim Balieu, welkom bij Bal Nationaal. Lamsgehakt. Niet altijd verkrijgbaar bij iedere slagerij of in iedere supermarkt, maar super lekker. Dus kijk, ik heb hier een mooie lamsbout. Ik snij die vliezetjes er wel af, maar ik wil ongeveer 20% vet overhouden om zo goed sappig, juicy gehakt te hebben. Aangezien dat ik dat lamsgehakt hier in mijn thuiskeuken ga draaien, ga ik dat nu al in kleine stukjes snijden. Zo van, wat is dat, 2 op 2 centimeter ongeveer. Zo. Lading 1. En dan, gouden trucje bij gehakt maken. Weet het nog? Gewoon even invriezen, dat vlees ijskoud is, vooraleer dat we daar dan de kruiden bij doen en doormalen. Hup. Dat is al eentje. Een beetje afdekken. Wie lam zegt, zegt natuurlijk look. En je zou daar dan zo een teentje look kunnen in fijn hakken in je gehakt. Maar nog beter als je zo'n beetje die zoete toetsen van die look wil. En misschien zo'n beetje het zerpen die soms in look hangt, gewoon overboord wil gooien. Dan moet je uw look poffen. Ik doe dat eigenlijk bijna standaard in mijn keuken. Het idee is redelijk eenvoudig. Je neemt gewoon een rolletje aluminiumfolie. Je maakt een soort van papillot. Dus een pakje met ja, look natuurlijk. Ik ga gewoon zo een grote teen look. Kijk, je crusht die zo even los, waardoor dat die tenen wel loskomen. Kijk, dat steekt je gewoon allemaal samen in die papillot in het midden. Samen met een goede scheut olie. Ik steek er altijd zo'n beetje rozemarijn bij. En dan gewoon zo wat bijkruiden. De specerijzout erbij. Zo. Alles samen dicht. Kijk, en dan zo een pakje. En dan steek je gewoon een half uur in de oven. En dan ga je zien, de look die daar straks uitkomt, dat gaat zo van die mooie, zachte zalf zijn. Krijg je echt zo een pastatje van look. Dus 180. Een half uurtje zo. Dat vlees moet ook niet door en door bevroren zijn, natuurlijk. Maar gewoon het feit
dat dat nu zo op 0 graden zit, maakt dat vlees ietsje steviger. En vlees en look zijn twee, dat is al duidelijk. Maar natuurlijk, wat maakt lamsgehakt zo lekker? Dat zijn die kruiden. Hè. Je doet daar zo het klassieke peper en zout bij, natuurlijk. Maar bon, we moeten wel toegeven dat vooral zo die Marokkaanse en pittige kruiden die daarbij zitten, ja, dat maakt het verschil. Hè. Dus harissa mag er sowieso al een beetje bij. Moet daar eigenlijk bij. Ik moet bekennen, zelf als slagerszoon al, dan was ik een beetje de cheater die geen lamsgehakt van in de slagerij van mijn ouders pakte, maar dan met mijn fiets in Gent naar de Dampoortstraat, had daar zo heel veel Marokkaanse slagers, dan ging ik daar zo mijn lamsgehakt gaan halen. Omdat die kruiding toch, ja, dat maakt het verschil. Hè. Nu, ondertussen woon ik hier in Brussel en... ook in Molenbeek of aan de abattoir in Anderlecht is er geen gebrek aan goede Marokkaanse slagers om zo van dat goed pittig lamsgehakt te gaan halen. Per kilo gehakt een ei. Goed mengen. En vooral niet warm laten worden nu gewoon, terwijl dat alles nog mooi fris is. Hup, in uw molen. En dan al één keer door de grove plaat. Zo. En vooraleer dat ik het nu de tweede keer ga doormalen, doen we er onze pasta van look bij. Want die zit nog in de oven. Mooi geconfijt. Dat is echt een cadeautje, zie nu. Kijk. Kijk, dat komt er dan zo mooi uit. En als je dan gewoon met je duim daar een keer goed op duwt, kijk, zie je? Wat dat daar dan uitkomt, dat is echt heaven. Kijk. Zo echt de pulp. Kijk, gewoon duwen. Yep. Look. En dat doe je dan maar gewoon samen bij dat grof gemalen gehakt. En dan een tweede keer doormalen. Dan is dat super fijn. Die eerste 5 centimeter, die kieperde er terug in natuurlijk, want die heeft nog maar één keer gemalen. Zo. En we zijn vertrokken. Ultra vers, ultra pittig en ultra lam. Lamsgehakt maken is eerst en vooral een kwestie van degelijk vlees kopen. Vol smaak met zo net dat beetje vet. Het is pas echt af met een beetje pit en geconfijte look erbij. Straks rol ik er kruidige balletjes van, opgediend met een zalige dragon geuzesaus. Maar eerst worden het balletjes van lamsvlees shakshuka-stijl. Geloof me, een eenpansgerecht to love. Gehakt, tomaat, spinazie, kaas. En dan straks ook eitjes, want shakshuka. Dat is eigenlijk een eenpansgerecht. Een beetje zo, ja, de hutsepot van Tunesië. Je kunt er een beetje van alles in kwijt. Dat is echt een stoofpotje, eigenlijk van nature een beetje arme mensen eten. Maar tegenwoordig helemaal ingeburgerd in onze nationaal menu. Heel vaak wordt shakshuka ook gemaakt zonder vlees. Ik ga hier natuurlijk die lamsbalkjes aan toevoegen. Daarmee ga ik starten. Balkjes van ongeveer zo 45 gram. Ik ga ze gewoon naturel houden. Ik zou die nu kunnen vullen zo met feta. Na de ganse hype op social media van zo de feta en tomaat in de oven. Maar ik ga er toch een blokje Belgische kaas langs de binnenkant inboetseren. En die gevulde balkjes
kunnen zich dan straks mooi in die tomatensaus nestelen. En dan gaan we daar eieren bovenop doen. Want dat is shakshuka uiteindelijk. Het is eigenlijk een eenpans gerecht op basis van tomaten en eieren. Allemaal in één pan. Lekker makkelijk. Super veelzijdig ook, hè. Ik heb zo shakshuka leren kennen als ontbijtgerecht. In Tel Aviv zelf, denk ik. Maar ik denk dat we misschien met z'n allen wel shakshuka leren kennen hebben door onder andere Otto Lenghi, die dan toch zo die Libanese en keuken van het Midden-Oosten tot bij ons gebracht heeft. Daar hebben we waarschijnlijk ook geleerd dat het poffen van kruiden, hè, dat roosteren van kruiden, heel veel smaak in je gerecht kan brengen. Dus ik ga dat ook doen. Dat zijn zo van die korianderzaadjes. Je riekt zo een beetje, ja, die koriandertoetsen zitten erin, maar dat is heel fris van kruid. En dat wordt pas echt fantastisch als je ze even in een warme pan zonder vetstof laat knisperen. Tot wanneer? Dat is heel eenvoudig. Je ruikt het als het goed zit. Kijk, joh. Oh, fantastisch. Goed, kijk. Nu pas doe ik er olie bij. 2 eetlepels. Om onze balkjes al een korstje te geven. Dan heel kort aanbakken langs de ene kant, draaien. En dan, super makkelijk, eigenlijk als het ware blussen met groenten. Doe daar maar veel groenten in. Verse tomaatjes. Hoe zoeter, hoe beter. Hè? Dus als je zo tomaten uit je eigen tuin hebt, of van die honingtomaatjes. Ook super lekker. Wat zit er erbij? Kijk, hoe makkelijk kan koken zijn. Een keer dan die tomaatjes wat warm te nemen. Jonge bladspinazie gespoeld, ook daar bovenop. Laat dat zo wat wegslinken. Ruikt goed, hè. Ho. Kijk, ik zei dat het makkelijk was, dus... Een bouillonblokje, als je lamsbouillon hebt, des te beter. Anders rundsbouillon, kippenbouillon, groentebouillon, het kan. Je kruimelt dat gewoon daarover. Dat is echt zo, dat is een gerecht die in 20 minuten klaar is. Zo. Nog één keer zo met een spatel erdoor. En dan zo'n beetje tomatenpulp of passata of gepelde tomaten. Daar bovenop, want shakshuka heeft veel tomaten nodig, kijk. Niets laten verloren gaan. Zo. Laat dan nu maar even pruttelen. Door dat bouillonblokje hoeft daar niets meer van peper of zout bij. Ik ga misschien ondertussen mijn vuur wat uitbreiden. En dat tweede vuur er ook onder steken. Zorg gewoon dat je overal voldoende en gelijke warmte hebt. Dus als je thuis op inductie kookt, dan heb je dat probleem niet. Kijk, zo. Een beetje de warmte verdelen, hè, jongens. Hoppa. Want de laatste stap, dat zijn gewoon zo goede, verse eieren die we daarin gaan breken. Dus ik ga die uit de koeling halen. Een stuk of 4. 1, 2, 3... 4. En dan
op een niet al te hard vuurke maakte zo wat, ja, plaats voor die eieren. En die breekte daar gewoon kort in. Gewoon, kijk, breken. Loslaten. Dat is één. Breken. Loslaten. En dat laten we nu gewoon 2 minuutjes mee pruttelen totdat dat eiwit gestold is. En die een doger, die wilde keivloeibaar natuurlijk. Vooral niet in roeren nu. Gewoon een klein beetje fijn gesnipperde pijpajuin mag daarop. En voilà. Dat er bovenop. En klaar. 2 vuurtjes uit en chaka. Allee, chakshuka. Of dat je dit nu als ontbijt, middagmaal, diner, 4 uurtje, 11 uurtje, midnight snack, in het midden van de vakantie, in het begin van de vakantie, op het eind van de vakantie eet, het kan altijd. Oh, zo ik weet nu makkelijk. Dat is mijn versie van chakshuka. In de balletjes zitten blokjes Belgische kaas verstopt. Dan kersttomaatjes, spinazie en passata voor de saus. En vergeet vooral die kakelverse eitjes niet. Nu maak ik kruidige bouletjes van mijn lamsgehakt met dragon geuzesaus en naan erbij. Dat is echt het simpelste broodpannenkoekje om zelf te maken. Met 2 ingrediënten, zelfrijzende bloem en yoghurt in gelijke delen. Kneed de deeg tot balletjes, rol die uit tot pannenkoekjes en bak de naan in een bloedhete droge pan. Daarnet zijn we nog al bij al super braaf gebleven, hè, met dat lamsgehakt. Die basis is er. Voor dit recept ga ik een beetje spicier, een beetje kruidiger ook. Dus ik heb er al verse koriander, gember, misschien een chilipeperke. En dan zo wat die typische smaakmakers. Hoisinsaus, ketchup. Ketchup mayonnaise, dus geen rode ketchup. Mosterd mag ook. Paneermeel ga ik er ook in doen. En misschien is er nog 1 dooierke van ei mag er ook wel bij zijn. Zo. Een hele boterham, zegt. Kijk. Enkel de dooier gaan we daarin. Waarom? Ik wil vooral de smeuïgheid, de sappigheid in dat gehakt. En dan is die een eiwit niet nodig. Het is gewoon een dooierke. 1. Een beetje paneermeel. 2. Die hoisinsaus, van die typische oestersaus. Niet zuinig mee zijn. Zo. Beetje ketchup. Serieuze fles. Zo. Dan die chilipeper, die gaan we gewoon fijn snijden. Die balkjes komen straks in een sausje met dragon, which means dat ze voor mij spicy mogen. Niet zuinig meer. Hoppa. Hoppa. Die gember. In plaats van dat fijn te snijden en te schillen, krak dat gewoon in 2. En ik ga een beetje raspen. Ik heb hier zo'n klein raspje. En dan kun je meteen met schillen en alles die gember zo wat fijn raspen. Mijn moeder zegt dan altijd, dat is toch dat kruid die zo naar Mr. Proper ruikt. Jazeker. Komt dan nog koriander bij ook. Smaakt dan ook nog naar zeep, zeker voor een aantal mensen. Dus je ziet, ik zoek zo allemaal een beetje zo die spiciness, de pittigheid op, maar vooral ook frisheid.
Wat dat eigenlijk wil zeggen, die balletjes zijn zodanig kruidig, zodanig fris, dat zelf iemand die niet zo graag lamsvlees zou lusten, dat echt wel kan appreciëren. Kijk. En die verse kruiden. En een klein koffielepelje mosterd. Ja. Serieus een boterham aan ingrediënten. Maar ik denk dat dat toch in de top 5 van mijn favoriete balletjes hoort. Doordat ze net zo spicy zijn. Kijk, even zanden. En dan gewoon, ofwel met een grote houten lepel of met propere handen, dat gehakt toch even gaan kneden. Die binding zit goed. En de geur zit ook goed, man. Voilà. Daar gaan we balkjes van draaien. That's life, that's love, that's living up. Working hard, never giving up. That's fighting for your dreams to make them real. While silencing the way that you might feel. Now biting on your tongue might get you there. Many will never take you up on all them stairs. And if you've never seen the sun from up above, how could you ever really feel like you belong? Ik heb die balkjes meteen op een bakplaat gelegd. Dan kan ik die zo de oven inschuiven. Zo blijven ze dan mooi rond. En dan moeten ze niet gaan korsten in een pan. Dus 180... 20 minuten. Zo. En daar gaan we een lekker sausje bij maken. Maar echt, als ik zeg een lekker sausje, is het echt een super lekker sausje. Dat is dragonsaus. Met een klein beetje geuze daarbij ook. En dan, ja, je weet of je weet niet, ik heb 10 jaar event catering gedaan. Dus zo traiteur aan huis en traiteur voor grote feesten. En dat was echt zo een van de favorieten voor de warme buffet. Ik denk dat ik daar echt duizenden, maar echt tienduizenden porties van gemaakt heb. Jo, kijk. Nu, waarom scoort dat sausje zo goed? Dat is omdat het heeft zo'n beetje van alles. Het heeft een uitje natuurlijk, waar dat iedere saus mee start. Maar het heeft dan zo wat die zure van geuze en dragonazijn. En dan vooral ook de kruidigheid van munt en dragon. En dan zit toch een beetje de bruine fond. Dus dat is echt zo... Een sausje naar ieders meug. Schillen, fijn snijden en aanstoven. Ik doe dat nu in een klontje boter. Kan eventueel in olie ook. Dus. De uitje. Kijk, dan heb ik dat gewoon hier erbij in mijn potteken. Een heel klein beetje... Bloem daarbovenop. Dat zorgt dat die saus direct mooi gebonden is en straks. En nu kan het echte feest beginnen. Nu komen die leuke zuren in onze saus die dat gaan afwerken. Enerzijds dragonazijn. Ik heb hier nu zo azijn van Blauw Handje. Een paar van die stengels dragon in opgelegd. Je kunt dat jaren houden. Dan heb je een goed azijntje. En dan deze hier. Onze Brusselse trots, de geuze. Niet alleen lekker om te drinken, maar zalig in dit sausje. Waarom? Die zuren zitten daar nog heel goed in. Ik noem dat zo'n beetje van die compostachtige zuren. Dat is echt een levend bier. Dat is niet gepasteuriseerd, dat is niet gefilterd. Ja, het zit daar smaak in. Kijk, en dan kunnen we gewoon een heel klein scheutje azijn. Dat al wat loskomt. Dan geuze. En dan een goede scheut kalsfoon. Mag daar ook op. Zo. En dan mogen we zeker tot de helft laten inkoken. Straks afwerken met een scheutje room, maar ook heel veel groene kruiden, dragon en munt.
Hier mag dan echt een goede scheut volle room bovenop. Misschien best zo van die culinaire room, die al een beetje, die ook zuurstabiel is. Want we zitten hier met azijn, met die geuze, met die ui. En je wilt natuurlijk niet dat die saus zou gaan schiften. Kijk. Kijk. Mooie kleurtje. En dan daarbij zo wat van die fijn geritste dragonblaadjes. Als je een beetje munt staan hebt, mag dat ook altijd. Dus die jonge blaadjes die mogen erbij, maar die dikke stengels, die hebben we niet nodig. En die kunnen dus eigenlijk gewoon hier terug bij je azijn proppen voor de volgende keer dat de lamsbalken smaakt. De cirkel is rond. Goed snijden, zeker bij die aromatische kruiden, zoals die dragon en die munt, dat wil dat snijden met je mes. Niet kneuzen. Kijk, dat mooie stukjes zijn. Hup. En dat gaat dan bij je saus. Gewoon nog een klein beetje peper daarbij. En we zijn helemaal gesetteld omdat bovenop die lamsbalkjes die in de oven zitten te gieten. Kijk. Kijk, die balkjes zijn toch mooi goudbruin geworden, hè? Zelf in de oven. Zo. Wat ik dan gewoon doe, is meestal mijn saus in die plaat daar bovenop gieten. Ik krijg nog al die korstjes mee. Laat dat zomaar nog een keer even bekomen, die balkjes. Klein beetje ertjes daarbij. Diepvries ertjes, de rest van ons chalotje daarbij. Wat fijn gesnipperde munt. En dan mijn vers gebakken naanbrood daarbij. En oh, feestje. Les yeux vers le ciel, je nous fléchis. Un X et deux L, je réfléchis. Introverti, souvent indécis. Si tu veux tracer ton propre chemin, faudrait être précis. Bla bla bla, j'entends parler pour rien. Qu'ils ont la haine, je les vois arriver de loin. Bla bla bla, j'entends parler sur moi. Ils me voient y croupir, mais les jaloux, les rageux sont déchaînés. Prêt à tout pour éteindre la flamme. Ma destinée était enchaînée. J'ai trouvé la clé bien trop tard. Laisse-les parler. Ils sont contre nous, donc laisse-les parler. Ils sont déjà nous dans laisse-les parler. Laisse-les parler. Ce matin, pas je suis déjà forgé. Mes idées sont déjà figées dans ma tête. Aanvallen. Man, kijk. Nog een lepel van die dopertjes met munt. En dan, man. Lamsbalkjes, maar vooral die saus. Zie je die textuur, wat dat geeft? Die jus van die bakplaat heeft hem daar ook een beetje mee vermengd. Zo. En voilà. Zo eenvoudig. Naanbroodje daarbij. Vorkje. En klaar. Misschien mijn favoriet balken, maar in ieder geval mijn favoriet sausje. Amai. Kei lekker. Als je zelf zin gekregen hebt in deze lamsbalkjes met dragonsaus, recepten staan op nyam.tv. Bak met ons mee.